Hup. Oh. Zo'n koele. Ja, zo hè. Maar omhoog om te eten. Ik vraag me af hoe ze die dingen eigenlijk maken. Ga je mee? Hier bij Zeelandia in Zierikzee maken ze de ingrediënten waar bakkers dan weer brood, taart, cake of natuurlijk tompoezen van maken. Dit systeem vult deze containers met allerlei verschillende soorten poedermengsels. En hier wordt de korst en de gele roomvulling van gemaakt. Lekker! Mix komen hier te staan en hebben allemaal een nummer. En aan de hand van dat nummer weet je dan weer precies wat er in de container zit. Zo'n container wordt met de hulp van een heftruck bovenop een machine gezet. En die machine die mixt de mengsels en vult de zakken. Voor het witbrood, bruinbrood en jou hoor, de gele room. In deze gigantische opslagtank zitten grote voorraden met suiker en stroop. Door een systeem van leidingen komen die ingrediënten in deze machine aan. En die maakt er dan fondant van. En dat is dat zoetige laagje bovenop je tompoes. En die kunnen ze echt in allerlei kleuren maken. Maar wij gaan kijken hoe ze oranje tompoesen maken. Bak je verschillende producten om te testen of de ingrediënten die Zeelandia maakt wel in orde zijn. Dus bijvoorbeeld of een brood wel genoeg rijst en of de gelei genoeg plakt. En zo maken ze dus ook tompoezen, de korst, de gele room en natuurlijk de oranje fondant. Met alle ingrediënten uit eigen fabriek. Zo, die is af. Ziet er picobello uit toch? Nou, je kan je buik hier echt helemaal rond eten. Ze produceren hier per jaar genoeg ingrediënten om meer dan 100 miljoen tompoezen te maken. En daarvoor moet gelukkig ook gewerkt worden. We kijken ook de andere filmpjes op de website en ontmoeten mensen die hier eten, werken. Doei!